Ja, Leifluwe van de Vel. Ik sta hier in de keuken van Den Boer. Naar Sebastian. Sebastian en Sebastian samen in de keuken. Ook verder met aan het velpruiven. Vervelend een fantastisch initiatief om zo verschillende ondernemers, maar ook de Vel een warm hart toe te dragen. We hebben een aantal dingen die we vorig hebben. En Sebastian gaat je genoeg vertellen wat dat is. Sebastian. Ja, Sebastian, heel grappig, hè. Dat gaan we voor jullie maken. Een lekker vers zuurkoolstampotje. Sebastian gaat me erbij helpen. Dat doet zo weer bij een speklapje en een lekker liever varkensworstje. En een lekker huisgemaakt zuurtje. En als dessertje de kers op de taart, hè. In dit geval is het de appel op de taart, maken we een vers gemaakte appelstroedel met vanillesaus. Ja, Leifluwe, je dat alleen maar lekker dingen. En we gaan nu ook laten zien wie van deze lekkere dingen maken. En dan vertel ik daar later meer over. Ja, Leifluwe, voor een stamppot moet natuurlijk ook gestampt worden. Met een stamper, dat heb je alle nee van het anders kennen. Ah, Sebastian moet toch even voortproeven, hè? Ik maak je even een lekker bordje. Dat vind ik fijn om te horen. Stamper is gewoon heel goed gelukt, mensen. Echt super. Dan kan ik je dadelijk laten weten of dat het echt lekker is. Ja, dat komt net aanplakken. Dit is een dunnetje eigenlijk goed gemaakt, hè? Vandaar moet je in de poorten een kapel zitten. Ja, ik zie al, wat een super stroebel. Ja, Jan, dat ook het fijne werk moet gebeuren. Dus om deze stroedel nu echt richtig lekker te maken, maak van hem breed, rol van hem uit, vul hem dadelijk op, zet er al in en dan hoef je hem alleen nog maar even af te maken. Zo. Nou, toch. Ja, top. Dan komt er een lekkere vulling in. Ziet er goed uit. Ja, dit is de beste voor jullie, hè? Ik al honger als ik van mijn kiek. Maar ja. Sebastian, heb je goed uitgerold, jongen? Flink stuk. Dat is hem. Zo, deze boom gaat nu even een hoofdwerken de af in. En dan kan ik zo meteen laten zien wat er voor je lekker doet, Kim. Dag eten. Sebastian, smakelijk. Dankjewel, Sebastian. Ik ga nu even genieten. Ik ga pruiven vurig. En dan kan ik je zo meteen laten weten of dat het gesmaakt heeft. En dan komt dan al de appelstroedel. Nou, Sebastian, is die? Oh, dat is een mooie grote geworden. Ja, een beetje water erbij, hè? No calories, no fun, hè? Dat ziet er goed uit. En wie dat ruikt, ja, dat gaat je thuis natuurlijk metmaken. Maar ik ben al aan het genieten van dat geur. Sebastian heeft nu samen met mij, Sebastian, alles verder gemaakt. De voorbereidingen zijn gelukt. Zeer super. Dus dan is het nu alleen maar nog maar een ug om voor €15 per persoon dit heerlijke gerecht te bestellen. Dus de Zoomers stamppot met de speklap en het worstje. En dan al een lekker stukje appelstroedel met vanillesaus. Leef jullie bestellen allemaal. Help de Vel en help de Limburg.